eten we? Dat merk je wel. Iets lekkers. Met een toetje? Ja, wij. Hoe laat ben je er? Een half uurtje. Anders ga je nog even in bad. Ik vind het zo leuk om je stem te horen. Ja. Dag, schatje. Tot zo. Hey, ik heb trek. Flika, mijn meisje. Ze was gezond. Ze at als een paard. Het leek of ze iedere dag meer op kon. Ik belde haar 3-4 keer per dag. Om te vragen hoe het ging. Om te genieten van haar stem. Soms kreeg ik tranen in mijn ogen. Die dan maar. Ik wist het zeker. Ze woont bij mij omdat ze van me houdt. Niet uit opportunisme. Kun je geen gewoon meisje krijgen, vroegen ze me. Flika kwam uit Zweden, made in Sweden, zei ik soms, om haar te plagen. Ik had best iemand anders kunnen krijgen, maar ik koos haar. Hallo, schatje. Hey, ben je daar? Ik ben de hele dag bezig geweest. Vind je het mooi? Ja, kijk eens. Ik heb iets voor je. Oh. Ach, ik weet nog hoe verlegen ze was toen ik leerde kennen. Ik was waarschijnlijk net zo zenuwachtig als zij. Je weet toch nooit wat het gaat worden. Maar er was wel meteen iets. Eigenlijk. Hele. Nou. Oh. Nou. Flika is meisje in het Zweeds. Maar zij was een vrouw. Je bent goed in wat je doet. En gebouwen, dat is net iets als brood. Dat is altijd nodig. Mensen die moeten ergens wonen. Ik kon mijn hart bij haar uitstorten. We beloofden dat we elkaar altijd alles zouden vertellen. We wilden samen oud worden. Uitverkocht. Tja, marktmechanisme. Iedere avond deden we ons spel. Ze was er heel goed in. Een mens? Nee. Een dier? Nee. Een eigenschap? Ja. Heeft het iets met ons te maken? Is het trouw? Oh ja, de voedselmodules waren uitverkocht. Raar, hè? Ik heb een beetje slecht geslapen. Rustig, schatje. Ik vind wel iets. Ik haal het voor je. Nee, zo gaat dat. Ze brengen iets op de markt en als iedereen het heeft, dan lanceren ze iets nieuws. Game over. Nee, je snapt het niet. Ik zeg je nu al. Ik kan niet tegen pijn. Ik wil niet lijden. Als het over is, dan trek je gewoon de stekker eruit. Ik ga nu eten halen. Karel! Zijn de voedselmodules binnen? Ja. Alsjeblieft. Voor Flika. Ik moet modules hebben voor Flika. Ik koop die hier altijd.
Heeft u Flika voedselmodules? Nee. Heeft u Flika voedselmodules? Flika voedselmodules? Voedselmodules? Nee. Flika heeft voedsel nodig! Ze komt hier vandaan, jullie moeten voor haar zorgen! Bent u doof of zo? We krijgen hier niets meer binnen! Je hebt de morele verplichting. Hier. Probeer dit maar. We willen graag een heldere prognose. Ik ben overal geweest. Het maakt niet uit hoeveel het kost. Spijt me, ik kan niks voor u doen. Nou! U moet bij de oude elektriciteitscentrale zijn. Ik kon nergens anders aan denken dan aan Flika. Ik probeerde voor me te zien hoe ze bewoog, hoe ze een bad nam, hoe ze genoot. Maar ik zag alleen haar ogen. Tot je 1000. Voor one box? Voor one modules. Wat? No, yes, I want... yes, very good. It's not enough. Oh. Give me the code. Nee. Naar Wenen gaan, zei ze. Ze wilde de Donau zien. Ik zal morgen boeken, zei ik. We reizen door heel Europa. We zullen de zon zien schijnen in alle grote rivieren. Zeker de helft van het voedsel was bedorven. Ook de rest was niet veel soeps. Ze had er ieder uur meer van nodig. Het heeft echt niet... Het heeft geen zin meer. Kom op, laat het spel doen. Ik neem een woord in gedachten. Oké? Ja. Vraag dan. Hey, lieverd.